5, 4, 3, 2, 1. En hallo iedereen, welkom terug bij deze grandioze UHC seizoen 6. Ik ben een gast, ja Jordi, hier met de iMind-leden. We gaan even langs. Hier hebben we Tom. Yo. Hier hebben we Martin. Hi. Hier hebben we Matthias. Hey. Hier hebben we Bingo. Hoi. Hier hebben we Gaas. Hoi. Hier hebben we John. Hey. Hier hebben we Timmy. Goedendag. Hier hebben we deze persoon. Je bedoelt Sansol. En hier hebben we Partypixel. Invaller. Hey. 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 Wat een verrassing. Dus, Tommy is er niet. Dat is niet ons probleem. Want wij gaan gewoon lekker door met UHC seizoen 6. Dames en heren, UHC, jullie weten het allemaal wel. UHC is gewoon een simpele minigame waarin als je hartjes verliest, hè, dan krijg je ze niet meer terug. Geen strength 2 potions. Volgens mij helemaal geen strength potion. Kan iemand me daarop corrigeren? Helemaal geen strength potion, strength. Toch? Geen strength. Nee, geen strength, oké. Geen regen als het goed is. Wel health. En yep. Golden apples zijn eigenlijk normaal de basisinkomen van health. De wereld is 2000 keer 2000. De nether staat dit seizoen aan. We spelen in versie 1.9. Wow. Wow. Geweldig PvP. Dan hebben we deze leuke features. Ik vlieg even weg. En dan deze features. En dan schilden. En twee handen die we niet kunnen laten zien. Oh man. Oh, wat een feest. Wat een feest. Ik mag twee handen. Skins. Twee handen. We hebben twee handen. We hebben nu linker rechtmuismuisknop. Wow. Oh, ja. Hoe doe je twee handen? Moeten we de attack indicators nog even aanzetten? Weet je dat als je niet? Een item in je hand hebt. F. Je kan inderdaad, als je nou een item hebt, dan kan je dat serieus met F in je andere hand stoppen. Dit is serieus een ding, ik vergeet het ook telkens, ik zweer het je. Onthoud het maar. Heel eerlijk, wie gebruikt het hier? Oh. Nee, wie gebruikt het hier echt efficiënt? Moet je nu verspringen? Ik doe er altijd eten in. Oh. Ik ook, ja. Ik doe het echt bijna niet. Nederland. Echt gewoon niet, ik vergeet het continu. Ik ben bang. Misschien het is jullie wel handig eten, man. Maar vandaag de dag spelen wij in een speciale... skin? Vandaag de dag hebben we allemaal speciale skins aan, behalve Erwin. Ja, dat is... Sorry. Zoals jullie allemaal weten, is dit natuurlijk een nieuwjaarsskin. Ja. Oh. Ja. Pasen. Ja. Was niet Koninginnedag? Of Koningendag? Dat is ook wel een leuke Koningendag. Dames en heren, UHC 6 of 6, hebben we er een beetje zin in? Yes. Yes. Oh, nee. Nou, eigenlijk... Nog zo. Oké. Nou, ik weet niet hoe het verder wil werken. Ik ook niet. Als je op de pressure plate staat, is je een team. Succes. Oké. Oh, nee. Iedereen op de pressure plate. Oh! Niet tegelijk. Oh! Oh nee. Oh. Dat is rood. Rood. Dat is rood. Dingo zit rood. Hey! Dingo rood. Ja, echte kerstspirit. Ja, zeker. Groen. Misschien weer even wachten, want volgens mij gaan we dit... Yeah, moet ik zien straks. Het gaat nog wel een tijdje duren voordat het weggaat. Hoe lang gaat het op? Designfoutje. Volgende. Jazeker? Ja. Ga maar erop, joh. Blauw. Nee, grijs. Dit is grijs. Grijs. Blauw. Lichtblauw. Blauw. Blauw. Dit is blauw, hoor. Grijs. Dit is blauw. Grijs. Dit is blauw. Dit is lichtblauw. Dit is lichtblauw. Ik zal laten zien wat blauw is. Dit is paars. Groen. Dat is geen blauw. Oranje. Sander, ben je kleurenblind? Ah, echt gekkeld. Ik ga gewoon nee, ik ben kleurendoof. Ik kan geen geluiden meer ruiken. Blauw. Dat is blauw. Dat is blauw. Waar is blauw? Wat is blauw? Vina. Oranje. Wacht. Ik ga wel door. Dit is heel donkerblauw. Fijn. Moet ik hier weer een nieuwe naar kijken? Oh nee. Nee. Jordi, jij moet in de andere... Nee, Jordi, dat is hier. Blauw. Blauw. Oké. Dit bij jou. Dat was verwarrend. Hey Jordi, Wat? Ik ben rood. Rood. Hey Kas. Hey knuffel. Hey. En dan nu de laatste. De invaller, wie zou het zijn? Oh, wie zou die komen? Oh, het is... Blauw? Blauw. Blauw. Blauw? Blauw, ja. Blauw. Dit is geen blauw. Wacht. Ben ik kleurenblind geworden? Misschien heb ik de potions verkeerd erin gedaan. Hier klopt iets niet, volgens mij. Rigged. Het is groen. Het is groen. Groen? Het is groen. Groen! Hoe kan... Even ter duidelijkheid jongens, hoe is mogelijk dat zeg maar ik weer bij Matthias... Het is 80% kans. Ja, 80. Kunnen we niet geforceerd wisselen of zo eens een keer? Want jullie hebben elk jaar, en jullie winnen ook elk jaar, dan heb ik geen zin Helemaal in. Niet, we winnen niet elk jaar! Jawel, vorig UHC zijn we ook... Oh nee, wacht, hebben we gewonnen. UHC daarvoor won niks, dat ik niet bij Jordi. Oh, oké, en UHC 1 hebben we ook niet gewonnen. UHC 3 hebben we 4, 2 hebben we niet gewonnen. Allemaal op hun. Oneerlijk. Dit begint gewoon een vloek te worden. Dit is heel irritant. Ja. Het ergste is, Matthias en ik hebben volgens mij ook evenveel kills. Of was ik net ja, eentje? Ja, allebei 6.
Allebei 6. Ja, Juno! Ja, ja, ja. We gaan er allebei 10 van maken dit keer. Ha. Maar ik denk dat de kansen daar bij elkaar zitten momenteel. Dat is een beetje blij. Oké. Ik hou haar gewoon winnen. Ik ben wel blij met Chichun. Ik ben ook blij met Chichun. De duidelijkheid 1.9. Gilde. Maak een schild zo snel mogelijk zoals je Iron hebt. Gilde. Of we hem niet weer of... Erwin, erg belangrijk. Schilde. Rechtermuisknop is blokkeren. Doet echt. Wacht, schilde? Schild. Nou, ik leer weer wat nieuws hier. Interessant. Succes. Uiteindelijk eindigt ze in een skyblock, joh. Ja, sowieso wel, ja. Kan ik een schild maken in mijn skyblock? Ten half kwijt. Ja, dat kan, dat kan. Dat kan. Yes! Waar zitten Sander en Tim in het team? Ja. Ja. Oh, dat is wel leuk. Oh jee, pas maar op voor de redstone. Maar jullie hebben nog nooit een team... Oh, jawel. 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 Jullie niet, maar Dingo is pittig nieuw. Werd opgeofferd door Tim vorige keer. Jullie Delano? Oh ja. Het heet schans al. Ja. Jullie hebben ook nooit in het team gezeten, hè? Ja. Nope. Oh. Dat is leuk. De enige, enige jammer is dat jullie twee weer bij elkaar zitten. De rest ja, maar is wel leuk. Dat is Je hebt gezien, het is random. Ja, I know. Ja, het is... Althans, zover wij weten is het random, Tim. Tim. Ik wist niet hoe jullie erin gingen, dus... Hè? Oh. Wel een beetje verdacht dat ik opeens in groen kwam. Wat ja, wel blauw dat was, hè? Kunnen we even switchen? Mag wij in rood? Want zeg maar, als wij toch gaan winnen, dan willen we weer met rood aan de haal, toch? Want ja, ik heb dacht het niet. Gewonnen. Zullen we even switchen? No. Die kleuren. Jullie gaan in blauw, dan winnen jullie niet. Dan is iedereen tevreden. Ik heb al een keer wij winnen. Ja, maar ik wil graag rood. Nee. Kijk welke kleur ik aan heb. Kijk, hun hebben niet eens rood. Ja, hij heeft groen. Ik heb rood. Ik heb rood. Ik heb rood. Jij hebt een beetje. Jij hebt hier een rode pixel. Ja, kijk. Ik heb niet eens blauw in me. Je hebt een blauw oog. Oh, echt wel. Oké, ik heb blauwe ogen. Even rode naam. Ja, wij hebben rode naam. Blond haar, blauwe ogen, Adistras, winnen. Oh, fijn. Maar wacht, Matthias. Matthias is een albino. Oh, wacht, dat kwam van Rudolf. Nee, dat komt van Rudolf. Dat komt van Rudolf. Rudolf, the red-nosed reindeer. Is very shiny nose. Kleur Rudolf, the blonde haired blue eyed. Nee, gewoon nog twee wit. Has a very Adistras. And if ever he ever kan comes back you again, muted, he was very pleased, because the user is going to take over the world. Bit is very nice, Arisaras. Dacht ik nou geen message van Jordi? Rip. Abolf the red nose reindeer. Tim, dat probeerde ik dus 5 minuten geleden ook al, maar ik ben geen OP meer. Hoezo zijn er geen death messages, wat? Alleen hier. Maar Jordi viel naar beneden en... Ja, alleen ik hier, tot ik de knop heb gedrukt. Nice. Wil je dat maar uitzetten? Maar even voor de rest is er niks speciaals deze Eurozien, naast 1.9, toch? Even dat niet opeens... Het is echt 1.9, ja. Nou, we hebben ook draken toegevoegd. Kijk, dat vonden we zo'n klein ding, dat besloten we maar niet te zeggen. Custom Wither Fight is ook custom nether. Het zal niet opvallen. Oh, oké, is goed. Gewoon alleen als je kool hakt. Ja, en dan alleen als na 3 uur. Ja, maar je hebt toch geen Cold and Skyblock? Maar charcoal nog een ja, klopt. Waar wachten we nou? Out of sync, jongens. Ja, lekker gelijk op. Nu kan ik mijn skin weer uitdoen. Het is weer gebeurd. Ik kan mijn skin weer uitdoen. Hallo, hier is Kingo. En we zijn weer terug bij een nieuwe UHC. En ja, ik ben hier vandaag met Kaas. En hou je mond. Hey. Oké. We hadden tot 10. Wat? We hadden tot 10 geteld. Oké. Okay, ja, we beginnen gewoon. Yo, en heel toepasselijk zitten we in een snow biome, dus dat is mooi. Ja, dat is wel mooi. Dat alleen het kut is, we hebben geen appels nu. Maar goed. Is het erg dat ik in mijn resource pack speel? Ik vind het wel mooi. Hetzelfde blokje. Ja, oké. Okay. Ga sneller. Dan gaat het veel sneller. Ik pak wel even een andere boom. Zo. Crafting bench. Zo. We hebben een mooie cave hier zo. Oh ja, dat is meteen al heel nice. Oké. We blijven hier een beetje in de buurt. Waar zit ze? Oké, ik ga even naar dat bos daar voor. Ja? Yeah? Oh ja, slim. Dan kunnen we snel wat halen. Oh, pumpkins! Je hebt voor snow golems. Pumpkins? Oh, nice. En pumpkin pies. Ja, pumpkin pies natuurlijk, ja. Er zijn veel Oh, en kous. Dan kunnen we meteen voor ladder voor boeken. Oh, nice. Dat is wel iets serieus. Ja, kunnen we een boekje schrijven. Oh ja. Dat is wel leuk, dan schrijven we een boek.
Ja, en dan geef het ergens in de kist en als iemand het vindt, dan gaat hij het lezen. Ja, inderdaad. En dan noemen we het Lees Dead. Mhm. Want dan is er meer kans en zo. Yep. Oké. Zo. Snel een zwaardje maken. Of nee, pik. Ja, dat maakt eigenlijk niet uit. Ik vind zelf mijn eigen skin niet zo heel mooi. Ik heb ook even snel gewoon een hele ijzer. Ja, ik vind hem wel nice. Oké. Ik heb gewoon gedacht, kerst, dat is rood met groen. Ja, ik dacht, ik ga helemaal Frozen. Ik ben helemaal in de Disney-stemming. Ik bedoel, het is gewoon leuk om te doen. Oh. Team Zeeuws-Vlaanderen. Man, dat geluid is ook echt nieuw, want ik heb nog niet in deze snapshots gespeeld. Als je nu... Nee? Moet je maar eens... Hoor je dat, als ik dat doe? Als je erbij bent? Dan hoor je zo... Ja. Zoiets. Ja! Oh, hier is ook een cave. Kom hier. Wat ik dacht, dat was gisteren voor het eerst dat ik die geluidjes hoorde. En ik schrok me de pleuris, want ik zat... te livestreamen en ik hoorde opeens telkens als ik iemand sloeg dat geluid en ik dacht oh shit, iemand heeft me gehackt en zit zijn microfoon in te stellen ofzo. trouwens, hebben we iets aan wol? Ik heb 2 wol, maar ik weet niet of we er iets aan hebben. Jawel, schilden. Oh ja, tuurlijk. Wacht, is dat, was het niet tegenwoordig alleen iron en hout? Ik weet niet meer, nee, die recipes. Er zit ook wol bij. Is er nu ook wol bij? Oké. Okay. We kunnen beter even een zwaard maken, anders is het zo vermoeiend. Ja, ik ben er nu volop mee bezig. Oké, zo. Even wat stone. Gewoon even 5 stone. Gelukkig zitten we niet in de roofed forest. Ja. Daar heb je overdag ook gewoon wel eens mobs. Ja, dat is zo irritant. Oké. Okay. Ik ben even kijken wie het vers is op het moment, maar het valt nog mee. Oh, wacht. Mag eventjes. Oké. Wacht even. Kunnen we elkaar slaan? Ik denk het wel. Oké. Maar ik wil het niet proberen. Nee. Heeft er al iemand schade? Nope. Het is altijd leuk om te zien wie als eerste schade heeft. Ja. Oh, oppassen. Oh, niet. Wacht, waar heb ik mijn ding gezet? Ik denk het. Kom hier. Vorige keer was ik de laatste die damage kreeg. En Marcus Tim had gezegd dat er dan een groot iets in de title zou komen. En dat ik dan een beker zou krijgen. En ik geloofde het. Nice, okay. Ik was helemaal excited. Want, kan je die workbench even plassen? Hoe ben jij aan het... Ja, ik kan er niet bij. En zo werkt het. Maar het duurt gewoon. Okay. Ja, ik heb hem. Ja, oké, kan je even workbench plassen? Ja, is goed. Kan ik eventjes een upgrade maken voor nu? Ja. Zo, flop. En dan. Flop. Oké. Nou, ik heb 27 raw beef, dus daar komt goed. Kinkaas. Wat? Kinkaas? Team Kinkaas. Kinkaas. Kinka. Ja. Kinkaas vind ik een goeie. Oké. Ja. Moet eigenlijk nog een extra hebben, maar goed. Hebben we nog iets nodig? Iets bijzonders? Want we hebben heel wat eten, dus we kunnen er de grond in en we kunnen dat overleven. Ja, mijn plan is nu gewoon om even alle koeien te vermoorden. Ja, inderdaad. Oké, ik help je een beetje mee. Snel. Ja, en nog even snel wat hout, want dat krijg je ook snel tekort. Dat, daar zit ook al wat in, maar ik heb nog geen axe, dus als jij dat dan even kan doen, pak ik de kous al. Ja. Oh, okay. Wauw, ik viel in het water. Fijn. Maar het is koud hoor, dat water hier. Ja, dat geloof ik. Ja, ik ben al half bevroren, dus ik merk het niet echt meer. Ja. Dus het valt gelukkig mee bij mij, maar... Oké. En dan komt er opeens iemand in onze rug en dan zijn we nu al dood. Komt er al iemand? Nee, ik ben niet aan het opletten, dus ik ben niet aan het opletten. Dus als er nu iemand komt, dan is het aan grip. Yep. Ja, want we hebben niks. Gaan we slaan met hout en wol. Yep. Nee, jongen. En vlees. Goh, ja, ga gewoon vlees in zijn feest houden. Ja, dat hij niks meer kan zien. Oké, ik heb 3 sugarcane. Oh ja, sugarcane is ook iets waar ik kut om te krijgen nu. Maar goed. Oké, waar zat ook weer dat ding wat we hadden gevonden als eerst? Oh ja, weet ik niet. Oh, bunny! Ik heb... Oh ja, wacht, sugarcane. Die heb jij, hè? Ik heb er maar 3, dus dat is 1 boek. Ja, dat is goed. Het werkt. Oké. Ik ga even kijken. Ik zie overal bunnies. Straks komt er zo'n killer bunny, hè, in één keer. Killer bunnies zijn we daar dan ook. Oh god, ja. Dat is wel de first voor UEC, volgens mij. Een konijn. Een konijn? Ja, zo'n konijn met een koeprint. Oh, ja, nice. Met zwarte vlees. Daar is de dingen. Oh god, ik kan nu al niet meer sprinten. Oké, ik geef twee dingen. Wow. Ik heb heel tijd. Ik heb nog allemaal honger. Ik heb even 2, oké. Ja, daarom dat ik ook snel even naar beneden wil. Dat we dan kunnen... die bunnies zijn ook nog kleiner. Ik heb 5 schapenvlees en 9 koeienvlees. Oké. Hopelijk wel genoeg. Ik ben echt aan het kijken naar die bunnies. Ik heb echt geen zin om opeens een buddy te vinden die achter me aankomt ofzo. Ja.
Want ik bedoel, het zijn allemaal witte bunnies, dus ja. Wow, hij sprong het ravijn in. Oké, oh, er is water daar. Laten we risico... Nee. Ja, gaan we erin? Ja, maar ik wil zeggen, laten we er gewoon in springen. Er is toch wel water daar beneden. Ja. En het is licht, dus er zijn niet echt mobs. Oké, maar ik ga daar niet in springen, dat bedoel ik. Nee? Nee, daar vertrouw ik mezelf niet mee. Oké. Okay. Daar vertrouw ik mezelf echt niet mee. Oké. Okay. Dan doe ik het wel. Oh, jezus. Risico's moeten genomen worden. Yep. Ik vond het wel eng. Ik wou dat zeggen, ik ga dat echt niet doen. Ik dacht, er is een reden waarom hij het niet doet. Yep. Ik vertrouw me jezelf echt zo min mogelijk met deze dingen. Oh, hey, oh. Tim, begint ook even. Ik heb damage. Wat? Oh. Er viel een cobblestone op mijn hoofd. Oh, jee. Ah, slecht. Dat is pijnlijk. Oké. Okay. Pijnlijk slecht. Oké. Okay. Ik ben slecht. Er bijna. Ik ben er bijna. Oh, mooi. Oké, okay, ik pak al dit iron hier trouwens. En coal. Ja, boven zit ook nog een beetje iron. Ik weet niet of dat het waard is. Nee, waar ik nu gewoon ben, ik pak gewoon dit. We vinden iron hebben we sowieso genoeg. Het gaat meer dat we diamonds vinden. Ja. Dat we zo snel mogelijk dat voor elkaar krijgen. Mm-hmm. En hoe zat het trouwens nou met de episodes dingen eigenlijk? Want ik weet niet of we een pop-up krijgen of iets dergelijks. Ja, ik ook niet. Want anders, ik kan niet uit mijn hoofd komen. Het was 15 minuten. Ja, ja. Krijgen we pop-up? Ja, even dat even vragen. Chat, ja, oké, nice. Dat is goed genoeg. Het gaat wel gebeuren, denk ik, als de aflevering klaar is. Dan moet ik eventjes overgeven. Nee, grapje. Okay, sorry, random. Nee, dan moet ik eventjes de opname stoppen en weer starten. Want de vorige keer deed ik alles aan één stuk en toen moest ik telkens zoeken waar het zat. Oh, nou, ik vind dat nooit een probleem, dus ik doe dat gewoon wel. Nee? Oké. Okay. Dus gewoon eventjes Alt-O en dan Alt-P. Dan kunnen we weer verder. Yo, gravel. Goddammit, gravel. Oh ja, gravel. Die bestaat ook nog. Oké, okay, ik heb 29 kool hieruit gehaald. Jezus. Ik doe eventjes dit water weg ook. Ja, oh, daar hebben we een stuk nog kool. Oké. Okay. Kan ik gewoon? Ja. Nee, dat kun je niet. Nee? Nou, oh, jammer. Doe ik toch. Jij ja, kunt niet gewoon. Oké. Okay. De eierencoördinaat niet zien. Mm-hmm. Help. Hey ja. Hey ja. Wauw. Dat is wel grappig. Dat is misschien ook wel leuk. Ja, op zich wel. Dat is op zich, ja, dat is meer challenge wel. Mhm. Ja, sowieso. Nice. Als we elkaar er kwijt zijn in een grot of zo. Ja. Oké. Okay. Zit hier ergens een grot waardoor we verder kunnen gaan, trouwens? Weet ik niet. Oh, dat is een creeper. Oké, okay, blijf ik uit de buurt. Pff. Oh shit, nee! Hij zwemt naar mij toe! Help, help, help! Oh nee, fuck! Ga weg, ga weg! Nee. Ga weg, Kaas! Oh god! Oké, okay, weg wees hier. Ik wil hem aanvechten eigenlijk. Shit, ja? Nee! Of joh, ik heb bijna... Oppassen, man. Stress! Dat was echt gewoon veel te intens al meteen, oké. Okay. Ik ga hier naar boven. Oh, kom jij ook snel en dan zet ik hier een blokje dat hij niet naar boven kan komen. Oh, kom nou hier. Rex! Ik ga TT maken, wat denk je? Oh, ja. Die taart, dat is geen plan meer. Wow! There we go. Get wrecked. Oh, snap. Nou, iron hier zo. Oh ja, we kunnen weer terug. Heb jij 2 stone pickaxes? Nee, waarom zou ik? Ja, inderdaad. Oké, hier is weer een hele lading coal. Holy crap, moet je kijken naar de coal. Oeh, nice. Coal for days. Oké. Okay. Ik had wel eens een video van Terraria geüpload met de titel Gold in the Pocket. Want dat vond ik gewoon een leuke uitspraak. En toen kwam er een Engelse kijker en die begon helemaal te schelden in de reacties. Van, oh ja, Engelse titel en Nederlands filmpje. Ja, oh, dat vind ik heel irritant. Dat doe ik echt, dat doe ik zo vaak, een Engelse titel. Ja. Niet echt gebeurd hoor. Ik bedenk me net, straks gaan mensen checken. Nee, maar hij was wel gewoon teleurgesteld. Maar ja, als dat je het vertelt, en zeker in een video, moet je altijd een beetje aansterken. Ja. En toen bleek dat het Obama was met zijn dertiende account. Ja. Oké, okay, ook beginnen we donker te worden, dus we moeten even wat torches maken. Oh, je had het gewoon niet door. Ik zal je laten schrikken. Oh, alsjeblieft, met het drinken. Yep, dan worden we gewoon. Oh, jee, ik schrok me dood. Oh, sorry. Door die vleermuis. Oh god. Ik zet dat ding ook echt op zijn van. Oh, het wordt donker. Yep. Hebben we kool? Ja, jij. Yep, ik heb kool, maar hier, ik doe even dit. There oh shit, ik had al een pickaxe. Ja. Goed job. Oké, okay, ik plaats gewoon even 2 furnaces hier en dan kunnen we dit even dingen koeken. Nee. Oké, okay, voor de rest torches eventjes een paar doen. Ik hoop echt niet dat er dingen van boven gaan vallen. Ja, waarschijnlijk wel. Ik zet gewoon een paar dingen hier, zullen hier veilig zijn.
Ik maak gewoon eventjes een gat in de muur. Hm? Ah ja. Dat we daar veilig kunnen zitten. Ja, is goed. Oké. Okay. Het lijkt net alsof je nog steeds dingen hebt, man. Alsof je nog steeds, hoe heet het, magnifiek of zo. Ja. Oké. Okay. En dan doe ik hier even. Kun je een torch neerzetten? Ja, ja. There we go. Okay. Dankjewel. Even kijken wat er voor rest is. Hey, als ik een skeleton zie, dan ben ik weg. Oké. Okay. Oké. Okay. Zet er al even een deur in. Oké. Okay. Oh, eten, heerlijk. Oh. Wacht, heb je ook wat dingen of niet? Oh, nice. Heb je ook nog wat van die dingen? Beef, waar je even wil eten, ja. Oké, okay, dan zet het in de furnace. Bloep. Nou, dan kunnen we beter... Nou ja, laten we het hier maar even staan. Dat is goed. We bouwden gewoon een mooi muurtje omheen. Zo? Ik doe gewoon even zo. Kijk. Kunnen we hier tenminste veilig afstaan, dan hebben we niet last van de basic shit. Ravijn laat heen. Yep. Nee jongen, het is 5. Oh shit, ik had die andere huis nog niet gezien. De buren nog niet ontmoet. Yep. Bovenburen. Mm-hmm. Even kijken of ik toevallig iemand zie. Oh, ja. Ah, ik wil even dat iron. Is dat veilig? Nee, want ik doe het. No, dan nee. Is het nooit veilig. Pas op! Oh, oh, maar dit kan wel. Ja. Oh, daar gaat het nog verder. Oh ja, daar komt twee ravijnen samen daar. Oeh, nice. Al die beds hier zo, kom hier. Geef me XP. Doppe best XP. Ik weet het niet eens. Ik heb er zoveel geld, maar ik heb geen deel XP erop. Oh well. Monster Hunter, Timmy Boy. Oh jee, een heel avontuur ligt hier voor de voeten. Ja? Wacht, ik moet even kijken. Oh boy, oh god. Yep, ik had gele bloemetjes mee moeten nemen, daar heb ik een geel schild. Ik heb een rood. Oh ja, hoe maak je nou precies een shield? Wat is nou de recipe ervoor? Ik kan het, want ik heb het toevallig net opgezocht. Ja, oké, okay, nice. Gelukkig. Nice. Het was 3 wol, zo. Oh, wacht, dan moet ik nog 1 iron hebben. Oh, ik heb geen wol. En ik heb er wel... Nou. We moeten dan straks even voor wol. Of voor spiders. Ja. Yeah. Oké, okay, dus even wachten tot het is opgekoekt. Hier heb je vast eten. Ik heb er nu 5. Nou, daar heb je nog een lading meer. Ik heb er nu, okay, ik heb nu 14. Dank je, ik 13. Oké. Okay. 12. En bijna op. Hier zit nog 18. Dan nemen we wel gewoon mee, dan koeken we dan verder. Oké. Okay. Wacht, nee, ik ga eerst even wat armor doen, zodat we allebei even een armor pickaxe hebben. Is goed. Ik heb hier nog 9 iron. Hm, oké. Okay. Ja, ik heb even 8 ingezet. Dus laat maar even doen. Wacht. Het moet wel sneller zijn, hè. Anders duurt het te lang. De tempo maken. Zo. Ja. Tempo team. Team tempo cars. Oké, okay, maar aan die kant staat geen grot, toch? Nee. Oké. Okay. Of wel. Wel iets donkers. Iets donkers, ja. Dus ja. Zo. Eigenlijk lijkt het me gewoon leuk om... Oh, nice. Oh, ik had ook... Schrik Timmy's af. Yep. Eigenlijk is het gewoon leuk om gewoon nu al een team op te zoeken en dan meteen gewoon... Ja, want die hebben nog blijkbaar niks. Waarschijnlijk. Mm-hmm. Als wij dan gewoon met Iron Shield aankomen, ze. Ja. Weet je wat het is? Het duurt waarschijnlijk even voordat we ze vinden. En tegen die tijd hebben ze wel iets. Mm-hmm. Hebben we trouwens anderen al hot topic? Nou, ik ben de eerste die acquire hardware. We zijn de eerste met Iron. Ja! Oh yeah, oké. Okay, ik wacht wel even dat ik één ding kan hebben voor een pickaxe. Plop, oké. Okay. Ja. Even zien. Gaat ie? Nee. Jammer. Ik voel me niet goed. Nope, oké. Okay. Zo, we hebben nu een werkbank. Oh, nice. Ja, maar we gaan niet zo weg, hè. We moeten verhuizen. Oh. Mochten subs aan? Subtitles. Oeh, slim. Dat is inderdaad wel nice, denk ik. Wacht even, eventjes. Kijk, hier ben ook, hè. Dat ziet er mooi uit, jong. Subtitles, nee. Dat is slim, want... Nee? Oh nee, het mag niet. Matthias zegt nee. Flower. Oké. Okay. En waarschijnlijk doet hij het zelf wel. Ja, tuurlijk. Oh, nog een roos en dan dingen. Oké, okay, wacht. Nice. Heb je al een iron sword? Ja, die heb ik. Ja, oké. Okay. Zo, oké, okay, dan gaan we gewoon de rest kunnen hier laten staan. Want ik neem even de workbench mee, gewoon omdat het zoveel mogelijk hout moeten meenemen. Ook al heb jij al 6 hout verneukt aan stairs, maar dat maakt niet uit. En een deur. En een deur, ja, dat is al 12. Ja. Nou, oké. Okay. Als we hem meenemen, neem het mee en dan gaan we. Dan ga ik kijken wat hier allemaal kunnen. Ik neem de inrichttroep mee.
Sanne en Gigi. Oh, wauw. Sanne heeft al 4 hartjes damage. Ah. Rept hem. Oh, hij oh ik zie de spiders te vliegen met zijn rode neus. Ja, oké. Okay, hier zit echt heel veel troep. Dus ik ga langzaam hier naar beneden. Oké. Okay. Oh, torches, ja. Torches. Ik heb er 8. Ik heb er iets meer. Daar is zombie. Wow, ik hoor. Wow. Daar ik ja, ik ben. Waar ben jij? Yep. Daar was ik rustig. Oh, spider komt eraan. Nee, stopt. Die kan hier toch niet doorheen. Nee. Oh. Maar die kan wel hier overheen waarschijnlijk. Ja, die kan hier overheen, pas op. Straks zien, ik zie hem echt zo verschijnen over die dingen. Ja. Ook even de deur erbij. Oh. Oké. Oeh, streng. There we go. Ja, je bent streng hoor. Nou ja, je moet slaan met je sign, hè? Oh wauw, de plek waar we nu net waren was een spider volgens mij. Dus, rap. Oh, wat is dat nou weer? 15 minute mark. Wauw. 5 minute mark. Oké, wauw. Sure. Nou jongens, dat was dan de eerste episode. Bedankt voor het kijken. Doei. En doei, tot de volgende keer.